Kent u dit? Dit is natuurlijk het belletje van een ijskowagen, maar het heeft ook een van de meest populaire Engelse volksliederen in zich, Greensleeves genaamd. Het kwam voor het eerst voor in de 16e en de 17e eeuw in verschillende luidboeken, maar daarna stond het ook als basis voor bijvoorbeeld in Joel Coltrane's album Africa Brass. En Shakespeare gebruikte het bijvoorbeeld ook in zijn komedie The Merry Wives of Windsor. Maar deze melodie stond ook als basis in de Fantasia on Greensleeves, geschreven door misschien wel het boegbeeld van de Engelse klassieke muziek, Ralph Vaughan Williams. Maar wat maakte Vaughan Williams tot het uithangbord van de Engelse klassieke muziek? Dat gaan we uitzoeken in deze ode aan Vaughan Williams. Engeland werd in het midden van de 19e eeuw ook wel gekscherend The Land Without Music genoemd. Ofwel, het land zonder een eigen muzikale identiteit. En dat kwam vooral omdat er na de dood van Henry Purcell geen echte componist meer was die buiten de landsgrenzen internationaal succes gehad had. En dat klopt inderdaad dat er in het land weinig componisten waren die zich op symfonisch gebied en op operagebied bezighielden. Daarvoor werd eigenlijk vooral gekeken naar buitenlandse componisten, zoals Georg Friedrich Händel, die zich ook in Londen gevestigd had. Maar ook bijvoorbeeld naar Mendelssohn, die vaak door het land gereisd had en daar een aantal stukken op gebaseerd had, zoals hybride overturen of zijn derde symfonie, A Scottish Symphony. Maar het klopt wel dat er dan weinig componisten waren die opera schreven of symfonische orkestmuziek, maar dat betekent niet dat er geen schat aan muzikale activiteit te vinden was. Engeland was namelijk twee grote tradities rijk. Dat was de koortraditie en de kerkmuziek die erbij hoort. En ook de enorme overvloed aan originele volksliederen. Dat zagen Sir Hubert Parry en Sir Charles Stanford ook. En zij wilden eigenlijk de koormuziek implementeren naar de idealen van de grote meesters zoals Wagner en Brahms. Dat waren grote voorbeelden van. Ze schreven dus eerst ook voornamelijk voor koor, maar later zijn ze dus ook begonnen met een pianoconcert schrijven, een symfonie, misschien een opera zelfs. En deze idealen of deze werkwijze wilden ze ook doorgeven aan hun leerlingen op de Royal College of Music in Londen, waar naast beroemdheden zoals Gustav Holst en Arthur Bliss ook de jonge Ralph Vaughan Williams toebehoorden. Deze werkwijze zorgde voor een nieuw Engels geluid in een land wat jaren gedomineerd werd door buitenlandse invloeden. Het was dan ook Parry die een diepe waardering aanwakkerde bij Vaughan Williams voor de Engelse koortraditie en de daarbij horende kerkmuziek. Vaughan Williams heeft later gezegd dat hij deze koortraditie ook geërfd heeft van Parry en dat hij het als een plicht voelde om deze in stand te houden voor de toekomst. En het is wel apart dat de kerkmuziek een indruk maakte op Ralph, want hij geloofde niet in de kerk of in hogere krachten. Waar hij wel echt in geloofde, was de kracht van de muziek. Hij wilde laten zien dat iemand zoals hij, die niet geloofde in de gemeenschap van de kerk, ook in staat was om deze kracht samen te vatten in de muziek. En dat is eigenlijk ook best wel gelukt, want hij heeft ook een mis geschreven. En daaruit blijkt dat iemand die niet in de kerk gelooft, toch deze kracht kan weergeven in die muziek. Vaughan Williams had zijn studie bij Parry niet afgemaakt. En dat kwam omdat zijn familie graag wilde dat hij in Cambridge ging studeren. Muziek en compositie. Zijn familie was namelijk niet zo gecharmeerd dat hij de muziek inging. Ze hadden graag gezien dat hij wat anders deed. En ze vonden ook dat hij niet heel getalenteerd was. Ze wilden hem voor de kop stoten, maar ze wilden wel hem een kans geven. En dan vonden ze, omdat het ook een vrij welgestelde familie was, dat hij de best mogelijke opleiding moest krijgen voor in ieder geval het te proberen. Hij heeft ze in ieder geval wel het ongelijk bewezen, laten we het zo maar zeggen. In het eerste decennium van de 20e eeuw
was dan ook de beste opleiding voor hem. Want hij ging op dat moment, geïnspireerd door andere componisten, ging hij het land in om op zoek te gaan naar nieuwe volksliederen en hymnes. En belangrijk erin was de vondst van het lied Bushes and Briars in 1903. En die vondst zorgde ervoor dat hij nog meer geïnteresseerd raakte in deze liederen en probeerde ook de kenmerken, de texturen en de melodieën van deze volksliederen toe te passen in zijn werk. Na de vondst van het lied was hij tussen 1904 en 1906 ook nog editor van The English Hymnal, waar voornamelijk oude, maar ook nieuwe hymnes te horen waren. Voor dit werk ging hij ook het land in en bestudeerde hij oude Engelse componisten en zocht hij ook naar onbekende hymnes om deze soort encyclopedie samen te vatten. Eigenlijk was het een hele trend in Europa gaande. Je kunt eigenlijk ook zeggen, later nog Bartok in Hongarije. Maar ook iets later dan Van Wennemis, misschien ga je ook richting de Noorse. En ja, die zochten allemaal het land af naar volksliederen. Wat betekent het om een Engelsman te zijn of een Scandinaviër? Sowieso in de trend met het nationalisme wat eigenlijk dan optreedt. Dat zit toch iets positiefs aan nationalisme. Het in aanraking komen met de beste en de slechtste hymnes die het land te bieden had, was volgens Vaughan Williams een van de beste, een betere opleiding dan alle sonatas en fugas die hij in zijn eerdere studies was tegengekomen. Hij schreef en hij nam al deze melodieën op en publiceerde het als bundel of gebruikte een aantal melodieën in andere werken. En de kenmerken van de Engelse volksmuziek die belangrijk zijn, is dat bijna iedere melodie in een bepaalde mode staat. Ook wel gelinkt aan de kerktoonladders. Een ander kenmerk is dat het heel veel ritmische vrijheid heeft. En deze zoektocht is eigenlijk van heel veel invloed geweest op zijn stijl van componeren. Het was een nieuwe manier van componeren en dat leidde tot het oprichten van de New English School, waar ook andere studenten, medestudenten van hem toe behoorden, zoals Gustav Holst. Vaughan Williams was hier een van de eerste van die hierbij hoorden en was dan eigenlijk ook misschien wel de leider van deze nieuwe school. Door het opschrijven van deze melodieën hebben we wel een veel grotere encyclopedie van de volksmuziek, waar misschien vele liederen misschien uitgestorven waren als zij dit werk niet hadden gedaan. In 1908 was hij ondertussen al een volwassen en bewezen componist, maar hij vond nog steeds dat hij niet de hele volledige controle had over zijn manier van schrijven. Hij ging studeren in Berlijn bij Max Bruch, maar hij ging ook lessen nemen bij de grote Franse meester Maurice Ravel. Vaughan Williams gebruikte de tijd bij Ravel om zijn muziek wat te verfijnen. Engelse componisten gebruikten vaak dikke orchestraties en ja, ik wil niet zeggen kleurloos, maar de kleuren waren wel af en toe ver te zoeken. En Ravel was natuurlijk een meester in het kleuren. En Vaughan Williams zegt er later zelf ook over dat de tijd bij Ravel hem leerde hoe hij kleuren moest gebruiken in plaats van lijnen. Zijn populariteit kwam niet alleen voort uit de muziek die hij schreef. Die muziek was niet alleen toegankelijk, maar hij was ook een toegankelijk persoon. Hij werkte veel samen met amateurs. Hij richtte bijvoorbeeld ook het amateurmuziekfestival Leaf Hill Music Festival op in 1903. En ieder jaar dirigeerde hij er ook amateurs. Dat zorgde ervoor dat hij eigenlijk midden in de samenleving stond. Hij vond ook dat muziek namelijk niet weggelegd was voor alleen maar de elite. Zoals misschien veel componisten of veel componisten van vroeger die schreven aan het hof. Dus die waren juist alleen maar omringd door elite. Al deze dingen zorgden ervoor dat hij een icoon werd in de Britse klassieke muziek. En samen met andere componisten van zijn generatie, zoals wederom Gustav Holst, zorgde hij er dan ook voor dat Engeland weer een aanzienlijke rol ging spelen op de internationale muziekscène.
Op 14 januari 1953 ging de Symphonia Antarctica in première. Het is de 7e symfonie van Vaughan Williams. En dit werd uitgevoerd door het Halle Orchestra onder leiding van Sir John Barbirolli. En dat was zo goed bevallen, deze combinatie, componist, orkest en dirigent, dat Vaughan Williams dacht van, ik wil hier nog een stuk voor schrijven. Toevallig kwam de dirigent zelf ook al met het voorstel, aangezien er een festival een 10-jarig jubileum had. Dus hij wilde al aan Vaughan Williams vragen of hij een nieuw stuk daarvoor wil schrijven. Die 8e symfonie heeft Vaughan Williams heel veel tijd ingestoken. Hij was 81 toen hij dit schreef. En hij was pas net getrouwd met zijn nieuwe vrouw Ursula Wood. En zij heeft gezegd in haar biografie dat op de eerste vakantie in 1954 hij eigenlijk heel afwezig was. Hij was alleen maar bezig met nieuwe schetsen maken voor deze symfonie. En in alles is deze symfonie klein te noemen. Vergeleken met zijn vorige symfonieën is de bezetting heel klein. Hij noemde het zelf een Schubert Orchestra. Dus een klein orkestje met de aanvulling, deze keer met harp en celesta en heel veel slagwerk. En ook het is zijn kleinste symfonie qua tijd. Het duurt iets minder dan een half uurtje. Als we het vergelijken met zijn eerste symfonie is dat bijna 50 minuten minder. Die duurt 1 uur en 20 minuten. En ook zijn minst serieuze. Voorgaande symfonieën hadden allemaal een thema. Hadden bijvoorbeeld, dan praat hij over de zee of dan schreef hij over hoe Londen was. Het had allemaal een speciaal thema of een speciaal onderwerp wat hij onderliggend erbij schreef. En dat is bij dit niet. Als we naar het eerste deel gaan, dan kunnen we eigenlijk wel stellen dat het weer van Engeland misschien wel van invloed is geweest hierop. Op een willekeurige dag in Engeland kun je misschien wel alle 4 seizoenen zien. Sneeuw, storm, zon, lente, winter. Alles kan voorbij komen. En als één gezegde misschien wel van toepassing is op dit deel, ja, dan is het dat wel. Want er gebeurt zoveel. Het heet Fantasia, Variazioni senza tema. Dus het zijn variaties zonder een specifiek thema. In totaal zijn het er 7 en die variëren allemaal zo van kleur en tempo en timbre dat er zoveel gebeurt. Maar eigenlijk is in de eerste minuut al het materiaal weer voorbij gekomen. Het allerbelangrijkste zijn de eerste 4 noten. En daarmee wordt oneindig veel gevarieerd. Het kan gebruikt worden als het centrum van de hele melodie. Het kan gebruikt worden als opmaat naar een volgende melodie. Maar het kan ook gebruikt worden als begeleiding. Of, Vaughan Williams gebruikt het bijvoorbeeld ook, als gewoon vulling. Af en toe dan heb je begeleiding. Dan danst er die kwarten dansen er doorheen. Fluit speelt nog een verlenging van deze melodie. Diezelfde melodie die net in de fluit kwam, komt nu in de klarinetten en de fagotten terug. Met wat trillers in de strijkers. En dit is dan het derde motief wat komt in de strijkers als een dalende lijn. Van hoog en laag. En eigenlijk zijn dat alle motieven die hij in dit deel gaat gebruiken. Hij gaat ermee variëren, hij gaat er sneller mee om, hij gaat ze uit elkaar trekken, meer kleuren. Maar op het einde van dit deel zal één ding vooral je toch bijblijven en dat zijn die 4 noten. Die komen altijd toch weer naar voren. In het tweede deel gebruikt hij alleen blazers. In het Scherzo alla Marzia begint met alle repetitieve akkoorden, kort. Voordat een melodie in de fagot komt. Dit is het kortste deel van de symfonie, maar het laat zeker een hele indruk achter. En zeker op de muzici, want het is vrij vermoeiend om dit te spelen. Het zijn veel vinnige klanken. Fluit en piccolo. Iets meer het marsgevoel komt in, voordat een wat milde
trompetmelodie komt. Wat een keer herhaald. Nu komt een heel statige, krachtige melodie en een oboe, fluit, piccolo. Blijft wel een beetje licht vanwege de hoge karakters die het, van de instrumenten. Maar dat lichte zal spoedig weggaan, want we komen al gauw bij de trombones die hetzelfde spelen. Dan komen we nu in een klein fugato gedeelte. Eerst in de fagot. En het leuke is dat Vaughan Williams niet constant dezelfde melodie herhaalt. Wat meestal wel gebruikelijk is bij een fuga. Af en toe maakt hij hem iets korter, af en toe wat langer, voegt hij wat noten toe. Zeker vanaf de trompet die zometeen volgt, versiert hij het eigenlijk een klein beetje meer. Nu ook, in plaats van de snelle noten, snelle 16e noten, maakt hij hem eigenlijk langer. Hij strekt de melodie uit. Het is dan niet meer dezelfde melodie die er eigenlijk terugkomt, maar het is meer in de geest van hoe de melodie er al uitzag. Vrij druk. Dan komt er nu een klein trio. En een trio werd eigenlijk altijd gebruikt om een dans te verlengen. Het komt vaak voor bij een menuet of een scherzo. En het was, een menuet zelf was nooit te lang of zo lang om een hele dans erop uit te voeren. Er werd er een rustiger, meestal een afwijkend karakter, werd er een trio aan toevoegen. En dat is ook hier. We kunnen heel even op adem komen van alle chaos die er nu net al gebeurd was. Hoort ook in de fluit. Maar wat klein. Het is ook een andere maatsoort. Ik laat het heel even doorgaan, want we zijn bijna klaar met het tweede deel. Dan is het trio voorbij. En wat er normaal zou gebeuren dan bij een normaal menuet, zou zijn dat een volledige recapitulatie komt van het eerste gedeelte. Dat doet Vaughan Williams niet hier. Vaughan Williams gaat kleine noten, vinnige noten gebruiken, komen nog een paar keer delen van die fugato melodie, komt terug. Hij laat het al snel weer kleiner worden. En dan wordt het als een kaars uitgeblazen. Het tweede deel was alleen voor blazers. Dan krijgen we het derde deel, is alleen voor de strijkers. Maar het vierde deel, en dat is een deel waar ik heel blij van word, daar staat het slagwerk centraal. En niet dat wij een heel deel voor onszelf krijgen, maar dit keer wordt het wel volledig met het hele orkest ondersteund. En waar dit deel eigenlijk op gebaseerd is, is dat je heel veel het idee hebt van klokken. Hint van het begin komt terug, waarna het thema bevestigd wordt door het hele orkest. De klok, het timbre van de klok komt wel naar voren. Tweede thema. Er gebeurt eigenlijk hetzelfde. Het wordt weer bevestigd door het hele orkest. En het orkest gaat hier eigenlijk op voortbeduren. Echt die korte klokgeluidjes blijven eigenlijk in het eerste deel hiervan te horen. Druk, chaos. Je hebt het gevoel alsof je in een wilde autorit zit. Hier komen die klokjes weer. Komt eigenlijk een hele grote climax richting het einde. Het thema komt nog een keer voorbij en het wordt al heel frivol en groot gemaakt. Veel bravoure komt erin voor. En krijgen nog één keer op het allerlaatste krijgen we het thema een stuk langzamer te horen. Wel ondersteund door klokspel. En een kleine referentie naar het begin. Waarna we met een groot akkoord de symfonie afsluiten.
Dit programma zullen we spelen op zaterdag 23 januari. Op zaterdag in het kader van de Componistendag zullen we de gehele 8e symfonie ten gehoor brengen. Alles zal onder leiding staan van onze honorair dirigent Ed Spanjaard. En het zal te zien zijn als stream op ClassicNL.